Goedemorgen Jan-Willem. Goedemorgen Nicolette. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen Anne. Is er nog nieuws? Leendert van 53 is gek op zijn brommobiel. Dat is zo'n autootje, hè? Zo'n autootje met een brommonummerbord. Een Kanta. Ja, een Kantaatje. Ja. Hij maakt vaak plezierritjes. Hij noemt het de kronkelroutes. Ja. Die routes zet hij dan online op kronkelroutes.nl. En op die manier probeert hij andere liefhebbers van de brommobiel te voorzien van de meest spectaculaire routes. Hij rijdt dus in principe nooit harder dan 49 km per uur. Maar dat is volgens Leende de perfecte snelheid. Het is een stukje nostalgie. Je rijdt langzamer. Je rijdt door een landschap wat niet verandert. De natuur komt in je zicht met een brommobiel. En op de snelweg met een auto mis je die. Ja, ik snap het wel. Mooi. Gisteravond zat natuurlijk in elk journaal.